GasTerra Flames heeft de eerste wedstrijd in de finale tegen SPM Shooters uit Den Bosch weten te winnen met 59-52. De 3000 bezoekers in Martini Plaza kregen geen mooie wedstrijd te zien, maar coach Kalin was tevreden met de teamprestatie. Importance was so high, maybe that stopped some nice moves. Especially I think that both teams were struggling in offense. I think that defensively we have been good, they have been good. We stopped certain points we wanted to stop. In a defense I think that moment where we lost control of a game was in the third quarter, where we let some open three-point shots and they came back to the game. Beide teams kwamen weinig aan scoren toe en er werden veel fouten gemaakt. Flames stond maar liefst 30 maal op de vrije worplijn. Echt play-off basketbal, waarbij strak verdedigen tot een kunst werd verheven. I'm happy it was team victory. Team fighting, good team spirit. So happy with that and now we are trying really. We have to take the right conclusions. Especially try to find better solutions for offense. And be ready for a game on Thursday. Een goede aanval wint wedstrijden, maar een goede verdediging wint kampioenschappen. Zo luidt een van de oudste gezegdes in de sport. En in dat opzicht lijkt Groningen net iets beter dan Den Bosch. I like our defense. If I can say that 75% of that what we did in defense today. I don't like our offense. I think they did that today. We had 21 turnover. That's too much. We had only 8 assists. We have always 12, 13 or more. And I think that we have for a game over there, we have to think about offensive rebounds because they grabbed a lot of offensive boards. Nee, tevreden zijn we niet. Ik ben alleen wel blij dat we hebben gewonnen. Het was niet onze beste wedstrijd in de aanval. En dat zullen we zeker wel nodig hebben in de uitwedstrijden tegen Den Bosch. Maar daar gaat het wat lastiger worden en dan komen we niet zo met 7 punten weg. Dat betekent dat we wel echt wat beter moeten gaan basketballen in de aanval. Maar verdedigend was het goed. Toch was er ook een lichtpuntje op aanvallend gebied. Tegen een hoog schotpercentage werd Jesse Voorn samen met Arvin Slachter topscorer aan de kant van de Groningers. Hij scoorde 12 punten. En zo lijkt Voorn precies op tijd zijn oude vorm teruggevonden te hebben. We moeten gewoon wat soepeler basketballen. En dat was vandaag heel krampachtig naar mijn mening. We hebben veel fouten gemaakt, veel turnovers. En we zagen elkaar wat minder. Maar ja, dat is geen probleem. We moeten het gewoon opnieuw oppakken. Video kijken en zorgen dat we dat gewoon beter doen op donderdag. Want hoe lekker is het nou om nou met 1-0 voor te staan in plaats van 0-2 achter? Het is heel lekker. Het is vooral ook heel belangrijk voor ons thuisvoordeel. En mensen zeggen van ja, dat betekent dat je nu ook kampioen wordt. Dat is niet zo. Het betekent gewoon dat we naar game 2 gaan in Den Bosch. En dat we zorgen dat als we die game winnen, dat zijn we weer een stapje verder naar het kampioenschap. En zo moeten we denken, stap voor stap. De play-off wedstrijden mogen dan misschien wat minder aantrekkelijk zijn om naar te kijken. Toch hoopt Ivica Skelin zaterdag weer te kunnen rekenen op een uitverkocht Martini Plaza. Hope that we will have Saturday more people. I also want to say thanks to them because they have been very important today at the end. And they have been really carrying us to the victory. And I hope that they will continue doing that in the next games. Morgen wordt wedstrijd 2 gespeeld in de Maaspoort in Den Bosch. Zaterdag staan beide teams weer tegenover elkaar in Martini Plaza voor de derde wedstrijd.